Kijk, dat zijn ook allemaal dingen die je, hoe jong je bent, toch ga je erover nadenken. Het komt pas jaren later. He, ik kan niet zeggen toen wij terugkwamen uit Indonesië dat ik nou zat met alle verhalen die we gezien hebben of gemerkt hebben in de Jappenkamp. Nee, dat komt pas als je bewust bent van dat je een mens bent. Dat je jong, weliswaar jong nog, maar dat er dingen gebeurd zijn die niet normaal zijn. En dat is dan ook weer het gekke van het kind zijn. Het geheugen is zo, het slaat het ergens op. En het komt veel later pas terug wat het eigenlijk is geweest. Ja. Ja, dat is ook zo. En ja, dan komt er een instantie later, een vele jaren later. En die zegt dan van, maar je hebt het toch niet meer bewust meegemaakt. Nee, ik heb het opgeslagen. Maar dat doet wel zeer. Als het dan op een gegeven moment naar buiten komt. Dan denk je, wat voor wereld leven we eigenlijk? Waar slaat dit op? En wat heb je geleerd van al dit? Ja, leren. Ik heb er wel wat van geleerd. Dat je dus in ieder geval niet om het minste geringste je eigen druk moet gaan maken. Dat je je rust moet geven. Dat je je gedachten op orde moet zien te krijgen. Is dat wel zo wat je denkt? Is dat wel zo dat, wat de mensen denken van jou? He, want ook dat krijg je erbij van. Ze is al wel alleenstaande vrouw. Nou, ze zal wel mannen hebben gehad. Ja, ik heb ook wel mannen gehad. Maar ik heb ook vergissingen begaan. En daar leer je dan van. Het leven gaat zo. Ik heb gelukkig 3 kinderen gehad. Waar ik ontzettend veel liefde aan kon geven destijds. Ze zijn nu allemaal volwassen. Ze hebben hun eigen leven. Maar ik ben blij als ze komen. Ik ben blij dat ze er zijn. En dat ik contact met ze heb. Daar ben ik ook heel erg gelukkig mee. En dan heb ik er eentje bijvoorbeeld die niet contact op. Goed, als die maar een goed leven heeft en gezond is en blij is. Dan ben ik blij. Dan is het voor mij ook een geluk. Als ze komen, ben ik hartstikke gelukkig. Dan ben ik weer een tijdje zoet. Als ze niet kunnen komen, door wat voor reden dan ook. Het is hun leven. Ik heb ze gebracht totdat ze zo ver zijn. Meer kan ik niet doen. Hebben die kinderen ook boeken gelezen dat ze nu ook begrijpen hoe je in elkaar zit? Ik weet dat mijn jongste zoon, die heb ik ook het meeste contact mee. En mijn oudste zoon ook wel. Die hebben inderdaad nog steeds contact. Maar de oudste zoon, dat is dus ook zijn vader, hè, die in die straaljager zat. Hij is ontzettend, hoe moet ik het zeggen? Ik wil niet zeggen dat hij niet gevoelig is, want het is onderhuids. Je zal het nooit aan hem zien als hij verdriet heeft. Nooit. Maar ik weet gewoon dat hij best weet dat zijn moeder daar nog steeds mee zit. Daar is hij te gevoelig voor. Maar ik hoef daar niet over te hebben. Nee. Het is mijn leven. Mm-hmm. Ik ben blij als ze aandacht daaraan schenken, maar ik hoef het niet te hebben. Nee, maar daarom vind ik het voordeel, dus het feit omdat je het van je afgeschreven hebt op een of andere manier, dat ze later gewoon nog een keer kunnen begrijpen waarom was moeder zoals moeder was. Ja, ja. Dat is exact precies hetzelfde wat ik dus heb met mijn ouders. Waarom zijn mijn ouders zo? En naarmate je ouder wordt, merk je gewoon, ze hebben ongelooflijk veel geleden bij de Jappenkampen. Mijn vader, bij de mannen, bij de Jappen van de Kneel, waar ze allemaal in kwamen. En mijn moeder bij de vrouwenkampen met 2 meisjes. Dat is ook heel zwaar voor ze geweest. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik was nog thuis, ik denk dat ik 17 was. En ik merkte heel veel, mijn gedachten gaan anders dan die van mijn zus. Van mijn 2 zusjes en een broertje of een nakomertje. Ik lette ontzettend op hoe mijn moeder was. Ik lette ook heel erg op hoe mijn vader tegenover ons was. Mijn moeder was zo dat als iets opgekropte gevoelens naar boven kwamen vanuit de Jappenkampen, ze praatte niet over. Ze wilde absoluut niet ons daarmee belasten. Maar dan is ze boos om iets wat waar je helemaal geen boosheid over moet hebben. En dan stuurt ze ons naar ieder naar zijn eigen kamer. Jullie gaan terug naar je kamer. En ik wil je voorlopig niet zien. En dan zit ik me af te vragen, wat heb ik gedaan? En wat heb ik gezien wat mijn zus gedaan heeft? Ja, en dan kom ik er niet uit. En dan doe ik toch de deur open, heel zachtjes. En dan ga ik heel voorzichtig naar de woonkamer. En dan zie ik mijn moeder voor het raam zitten, met een paar zakdoeken bij haar. En dan zit ze te snikken. Het moest eruit.
En ze wilde het niet uithuilen, ze wilde het niet aan ons vertellen. Terwijl ik voelde dat het komt door hetgene wat ze heeft meegemaakt. En dat heb je dus dan toch van je moeder geërfd, dat je ook, jij houdt ook die dingen binnen. Ja, precies. Dus ja. Dat... Ja, je wilde niemand anders mee belasten. Nee. Maar je komt zelf in de knoop. Ja, ja, want je gaat, je wordt een binnenvetter, je gaat je eigen hoop lopen vergeten. Ja. En je zal ook merken, dat merken wel meer mensen, des te ouder wordt, des te meer het gaat spelen. Iedereen denkt altijd, als je ouder wordt, dan ga je het vergeten. Nee, het wordt actueler om een of andere reden. Ja. Het wordt heftiger en het wordt... het komt dichterbij er. Juist als je bang bent dat je het gaat vergeten, ga je er juist nog meer aan denken. Ja. Ja, het valt echt niet mee hoor. Ik bedoel, het is, je gaat nu natuurlijk ook weer ophalen. Hè? Je denkt van, wat is er dan gebeurd? Waarvoor? Ik wil niet iemand zijn die aandacht trekt. Maar ik moet hetgene wat in mij zit en borrelt, kwijt. Mm. En daarom schrijf ik boeken. Ja, en de kans is natuurlijk ook heel groot dat op het moment dat mensen jouw boeken lezen, dat er een heleboel zijn die het helemaal herkennen en die er eigenlijk al jarenlang verstoppen in huis. Ja. Ja. Want vaak is het zo dat hetgene wat in jou zit, kan jij alleen beschrijven. Hè? Ben je zover open om dat ook door te geven, die doorgeefluik open te maken? Want dat weet je niet. Nee. He, je kan nog zoveel meemaken, maar je weet niet of je dat door kan geven. Nee. Want ik merk dat ook aan mijn oudste zus, die heeft net zoveel een narigheid meegemaakt en meer verstand erbij gebruikt, omdat ze 3 jaar ouder is dan ik, meer gezien in de oorlogstijd. En die zou dus ook meer moeten kunnen verhalen. Ze kan het niet. Maar je ziet dat bij veel ouderen, ook veel Indische mensen vanuit Indonesië die hier naar Nederland komen. Ja. Bij de Ambonese vooral. Die Ambonese die hier in de kampen worden gezet. Het is toch verschrikkelijk? Ja. Nou, dat is met mij precies hetzelfde gebeurd. Je komt uit Indonesië hierheen. Waarom? Omdat je vader ziek is. Die moet geopereerd worden in Nederland, in Amsterdam. En dan ga je in 2 kamer, even kijken, niet liegen. Ja, 2-kamerwoning van mijn opa en oma voor al 2 maanden. Dan ben je met 7 personen, opa en oma, en dan 3 kinderen en vader en moeder. Je kan daar een tijdje blijven, maar het kan niet een hele tijd zijn. Wat gebeurt er dan? Dan word je, ja, je krijgt een woning, je mag ergens naartoe. En dan word je opnieuw in een kamp gestopt. Wat gaat er door een gevoelig iemand? Kijk, ik weet dat ik een watje ben. Dat weet ik gewoon. Ik zie dat en ik voel dat. Ik voel wat mijn ouders voelen. En ik vond dat verschrikkelijk voor ze. Eerst uit een kamp gehaald, dan weer terug in een kamp in een land waarvan je denkt, hier heb ik de vrijheid, hier kan ik het met mezelf naar voren halen en mijn gezin helpen. Ik vond dat vreselijk. Vreselijk. En dat zie je met die Ambonese toen ze hier kwamen ook. En dan kan je zoveel over de Ambonese zeggen. En over, het zijn ook gevoelige mensen. Ja, ook mensen die voor het Nederland iets hebben gedaan en eigenlijk stank voor dank hebben gekregen. Precies, precies. En dat doet zeer. Je kan er overheen gaan lopen en denken van, oh, je zit in Nederland en je hebt het goed. Nee, er zijn ook nog medemensen die het minder goed hebben. Hm. En soms zeg ik wel eens, je bent werkelijk een watje. Je trekt je dan die dingen zo aan, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat mijn levensweg ook, met zoveel bochten moest je er doorheen zien te komen. Hmm. Ja. Ja, maar dan heb je een hele grote incasseringsvermogen. Waardoor je dus ook voor andere mensen zeg maar, het gevoel op je schouders neemt. Ja, ja. Ja. Ik doe dat gewoon omdat het mijn gewoonte is om te luisteren. Ja. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat je vrienden hebt die ook luisteren naar je. Dat denk ik. Tegenslagen hebben of krijgen we allemaal, maar de liefde overwint.